Is het nou wel iets voor mij, die NLP-trainingen? Ik weet het niet hoor. Wat gaan we dan eigenlijk doen en waar gaat het over? Wie is eigenlijk die persoon die voor de groep staat? Past die wel bij me of eigenlijk misschien niet? Zal ik het nou doen? Zal ik het niet doen? Ken je dat? Dat twijfelen, dat je denkt, ja, is het nou wel of is het nou niet? Nou, weet je wat je dan kan doen? Dan kom je toch gewoon lekker langs bij de gratis sneak preview. Dat is een avond die om 7:30 van start gaat. En waar ik 1,5 uur, 1 uur en 3 kwartier ongeveer, praat over NLP. Over mijn training, over NLP in een notendop. 1, 4-daagse training, die je ook individueel kan volgen. Dan duurt die 3 ochtenden, want individueel gaat een stuk sneller. Maar hoe dan ook, ik vertel je dan verschillende zaken over NLP. Ik leg je alvast uit hoe communicatie werkt, hoe miscommunicatie tot stand komt, hoe je om kan gaan met dingen die je meemaakt in je leven die niet altijd even leuk zijn. Want die gebeuren, hè? Dat is het leven. Maar het leuke is, jij hebt er invloed op. Jij bepaalt, jij krijgt van mij het gereedschap om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Want ze gebeuren toch wel. Nou ja, hoe lekker is het dan als je daar een positieve draai aan mee te geven. Zonder nonchalant te worden overigens, hè? Want dat is weer iets heel anders. Dus ik geef deze avonden regelmatig. Kijk op de agenda, sneak preview. Een korte introductie, kost je helemaal niks, levert wel ontzettend veel op. Weet jij daarna een stuk meer? 1, 2, 2,5 zou mijn tante dat zeggen. 3. Ja, ik weet het niet hoor, of het nou wel iets voor mij is of niet. Zal ik het nou doen of zal ik het nou niet doen? Zo'n training volgen, ik weet het niet. En wie is dat nou eigenlijk die voor die groep staat? Weet ik ook niet. Past die wel bij me of niet? Weet je wat je dan kan doen? Als je je afvraagt of het ook iets voor jou is, die trainingen die ik geef, dan kom je toch gewoon lekker gratis langs op zo'n gratis langskomen. Is dat handig? Nee, hè?